zelf. Race 101 hebben we vandaag. Wie zitten erin? Huus van de Eende, Julian Leenders, Nick Kerkhoff, Mike Uiterhoeven, Steve van Schijndel, Rick Weland, Gerrie Kerkhoff. En Wasselaars, en we zijn weg in die open klasse, 8 en 9 jaar. We gaan kijken naar aan de binnenkant, de man in het zwart. Ik dacht dat het Piepers was die als eerste weg was. Finale klasse, open klasse 10 en 11 jaar. Wie zit erin? Thomas Jumaar, Pieter van Langveld, Wessel van Dijk, Erik Peters, Rolf van den Broek, Indy Schepers, Max Duimeling, Roy Kuipers. Wel, is dan in moeder Thomas Jumaar zijn. We gaan kijken hier aan de binnenkant naar Max van Eindhoven, die snelste weg is. Max van Eindhoven en Joe Eikelen. Max van Eindhoven aan de binnenkant. De man uit Nieuwland vandaag op de eerste plaats. Dan kijken we naar Joe Eikelen, Dream Team. En dan zien we dan kijken de man met 1,34 denk ik. Nee, 24 die gaat ervoor komen. Sieberen Geet. Sieberen Geet zijn op die derde plaats. 1. Is het de man uit Nieuwland, Max van Eindhoven, Dream Team, op de tweede plaats hier vandaag in deze open klasse. En dan gaan we kijken naar Joe Eikelen, of wordt het nog de man? Nee hoor, het is... Race 105 is van start, open klasse 14-15. Nick Rollers, Koen van der Wijs, Leroy van Hassel, Matthijs van Groeven, Kimmer van de Groenendaal, Johanny Besloot, Bartja Onnik, Mike van Rooij. Wie gaat bij deze snelle heren, wie wil op die podiumplek komen op die 1, 2 en 3? We zien komen als nummer 1, op dit moment 23, en dat is Matthijs van Hoeven. Snel gevolgd door 21, niet Roos. We gaan even kijken bij die eindstip hier. Wat is 1, 2 en 3? Gaan er nog stuivertjes wisselen voor dat plaatsvinden. En Roos Gers treden bij het leven. De mannen fietsen zich het licht uit de ogen. Nummertje 23 komt als eerste eraan. Yes! En dat is Matthijs van Hoeven gevolgd door 21 en 159. Oké, dan gaan we kijken naar de open klasse 16 plus. Wat je luistert, we gaan kijken aan hier wat de binnenkant is. Het, Kevin Sprengers. Kevin Sprengers en Mark Klink, denk ik daar. Aan de buitenkant de man in het oranje van het nationaal team. We zien Kevin Sprengers die in de eerste plaats heeft. Dan gaan we kijken naar Mark Klink. De 2-3-71 is van Giel Klaassen. Giel Klaassen, de man daar op de derde plaats. Het is Sprengers, Link, Klaassen. Dan gaan we kijken naar de Tom Mandenmakers. De hele jonge man die daar heel goed meedraait. Dan kijken we naar de Brus en Van de Putten. Oké, dan kijken we even naar de B-finale van de Cruisers. Dan kijken we naar Roger van der Raaf, Frank Verstegen, Leon Jans.